kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag de Lounge Underwear testen, beoordelen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Lounge Underwear vroeg namelijk of ik wat producten wilde ontvangen. En ik zag het natuurlijk al echt heel erg vaak voorbij komen bij andere mensen. Dus nu ben ik zelf ook wel heel erg benieuwd hoe het is. Het is in deze hele mooie box binnengekomen. Echt heel eerlijk. Hoe mooi is het als je dit zo krijgt. Ook van je vriend of zo. Dat zou echt cool zijn. Maar goed, ik heb het gewoon van Lounge gekregen. Heel erg bedankt daarvoor. Dus in deze video ga ik de Lounge Underwear items unboxen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het staat. En vooral hoe de kwaliteit is en hoe iedereen het altijd zegt. En daarom ben ik wel benieuwd of ik het ook zo ervaar. Dus heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Maak je me echt heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met de video. Goed, mocht je het merkje niet kennen, Lounge of Lounge Underwear, die verkoopt dus hele mooie lingerie. Echt heel mooi, heel erg veel van kant, maar echt heel erg mooi. En dit is de eerste keer dat ik wat van hun items ga proberen, aantrekken. Ik ben heel erg benieuwd hoe het dus bij mij staat. Vooral omdat ik ook best wel kleine borsten heb, ben ik ook heel erg benieuwd hoe dit staat. Ik heb, het verschilt echt heel erg hoor, ongeveer 75B, soms heb ik 75C, het ligt er een beetje aan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Lounge dan ook staat bij mijn maten. Dus ja, we gaan het allemaal zien. Dit kreeg ik er ook nog bij, een soort boekje of zo, of kaartje. Is allemaal wel heel erg chic de friemel, dus heel erg leuk. En kijk hoe mooi. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd naar de items. Ik heb trouwens ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Want met de code FLOOR10 krijg je 10% korting. Of was het 15? Met de code FLOOR10 krijg je 10% korting op je items. Dus bij Lounge Underwear. Ik zou de linkjes in de beschrijving zetten van Lounge en de kortingscode. Dus check dat even na de video. Want dan kun je ook nog wat leuks bestellen met korting. Altijd leuk. En Lounge heeft trouwens nu ook een Nederlandse site. Dus dat is echt heel erg gemakkelijk ook voor de producten uitkiezen en zo. Het is lekker allemaal Nederlands geworden. Dat scheelt. Ik ga nu gelijk kijken. Ik ben echt benieuwd. Ik ga dit cadeautje openmaken. Het komt zo binnen. Het ziet er allemaal heel erg mooi uit. Ik ga gewoon beginnen met de bovenste items. Zoals ik al zei, heb ik niet de grootste boobies. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe dit allemaal staat. Omdat ook heel veel geen beugel hebben. Het is echt best wel een bralette-achtig. Je hebt een paar met beugels, dus die heb ik ook getest. Of die ga ik testen. Zoals ik al zei, verschilt mijn maat best wel erg. Ik heb namelijk gehoord dat Lounge nog best wel groot valt. Dus daarom heb ik 75B gedaan. Ik heb als allereerst dit hele mooie setje. Ripped T-shirt bra. En die hebben ze denk ik zo genoemd omdat het een geribbeld stofje heeft. Echt heel erg mooi. Zoals ik al zei, ze hebben dus nu ook BH's met een beugel. Dus hier zit een beugel in. En dat is voor mij echt ideaal. En heel even, hoe mooi is dit kleurtje? Hij is dus geribd en dan heeft hij op de achterkant gewoon heel erg mooi zo'n band met Lounge. Echt, ik vind het echt heel erg mooi. De bandjes kun je ook nog verstellen, dus die kun je lekker strakker doen of niet strak. En er zit geen vulling in, dus geen push-up of iets. Dus daarom denk ik dat de 75B ook wel heel erg mooi is, want anders wordt het denk ik gewoon te groot. Dus dat is dit hele mooie topje. Heel mooi kleurtje ook als je wat bruiner bent. En daarbij hoort dus dit bijpassende broekje. Ik heb gekozen voor gewoon een stringmodel. Ik draag eigenlijk alleen maar strings. Dat vind ik gewoon het fijn zitten. En dit is de voorkant. En dit is de achterkant. Gewoon heel mooi. En met die band, dat vind ik altijd gewoon heel fijn zitten. Ik heb ook strings van Calvin Klein en Victoria's Secret. Eigenlijk bijna alleen maar. Ja, die hebben ook zo'n band. Ik hou daar wel heel erg van. Het is echt heel erg rekbaar. En volgens mij ziet de maat er super mooi uit. Wat wel een beetje anders is, zeg maar, dan normaal, is dat die voorkant dus wat breder uitloopt. Ik weet niet of dat te zien is. Zeg maar, dit deel hier is wat breder. In plaats van dat het zo loopt, zeg maar. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat dan bij mij staat. Maar het setje zo op het oog ziet er heel erg mooi uit. Ik heb dus een broekje maat S. Ik wist niet zo goed of ik een XS moest of een S of juist een M. Normaal gesproken heb ik in het dagelijks leven ook gewoon een S. Dus ik ben gewoon voor een S gegaan. En het ziet er wel goed uit. Dan een ander setje. En deze kleur vind ik echt heel erg mooi. Dit staat mijzelf ook wel heel erg. Daar word ik niet zo heel erg bleek van. Sowieso vind ik dit soort kleurtjes in een lingerie setje heel erg mooi. Maar dit is de Blossom Balloonie. En die is heel iets anders. Ik vind deze zo mooi. Hij is dus gewoon een en al kant. En dan zit er nog wel een beugel in. Dus dat is deze. En dan heeft hij de achterkant ook gewoon nog zo'n mooie band waar gewoon ook weer Lounge staat. Ja, ik vind dit echt heel erg mooi. Ik denk dat ik het wel pas als ik het zo zie. En ik vind het ook wel fijn dat er een beugel is. Want dan geeft hij gewoon nog wat extra steun. Maar ja, ik ben hier gewoon heel erg blij mee.
De bandjes kun je ook gewoon nog verstellen. Dus dat is dit topje. En daarbij hoort dus dit bijpassende broekje. Heel erg mooi. Hij ziet wel weer wat breder uit. Maar ik denk dat het wel moet goedkomen. Dit is dus de string met een hele mooie band. En dan heeft hij hier kant. En dan heeft hij hier gewoon nog gewoon ja, zo'n stukje stof. Dat vind ik altijd wel fijner zitten dan gewoon een en al kant. En aan de achterkant hier zit nog wat gaas. Dus dat is ook wel heel erg mooi. Dus dat is dit setje. Heel mooi. En deze heb ik ook gewoon weer in de maatje S. En het topje in 75B. Dan heb ik het witte triangle setje. Deze vind ik ook heel mooi. Dit is ook mooi als een bikini, denk ik. Maar ja, dit is lingerie. Het is namelijk dit topje. Het is dus echt zo'n triangle-vormig topje. Ja, ik vind het heel erg mooi. Wederom weer zo'n mooie band aan de onderkant. En dan wit. Er zit geen vulling of pads of iets in. Dus het is echt een stukje stof. Maar dat vind ik zelf wel heel mooi. Maar weet dat. Als je misschien hele grote boobs hebt en je wil een beetje ondersteuning. Dan ja, is dit niet heel tactisch. Maar ik denk dat dit wel heel mooi is. Nou, aan de achterkant ziet er zo uit. Met deze moet je wel een beetje oppassen. Want deze heeft niet een verstelbaar achterkantje of zo. Dus dit is het. Hier moet je het mee doen. Maar deze armdingetjes kun je wel gewoon verstellen. Dus dat is wel heel fijn. En dit is het broekje. Die heb ik ook in de S. En deze ziet er heel goed uit. Wauw, deze is echt heel mooi. Dit is het broekje. Gewoon weer een stringmodel met zo'n mooie band dus. En de achterkant, ja, is gewoon een string. Dus dat is de witte triangle set. En deze heb je ook echt in allerlei kleuren. Ook in zwart. Dus dat is die. En trouwens, qua kwaliteit voelt hij ook gewoon super goed aan. De band trekt heel erg mooi mee. En het is echt een heel fijn katoenig stofje. Het volgende setje is de contour mesh. En deze vind ik ook heel mooi. Ik heb weer in de kleur zwart gedaan. Dit is hem. Echt heel erg mooi. De voorkant is dus gewoon een stukje stof. En dan heeft hij hier aan de zijkant nog een beetje kant of gaas, bedoel ik. Dus dat is heel erg mooi. Dat ziet er wat chiquer uit of zo. En de achterkant heeft eigenlijk precies hetzelfde. Een stukje stof en dan aan de zijkant nog wat kant. Ik zeg kant, ik bedoel gaas. Dus dat is dit broekje. En ook deze heeft weer een hele mooie band. Maar dan heeft hij ook langs erop staan. Maar dan is dat zwart geborduurd. Dus dat valt nauwelijks op. En dus dat is dit broekje. Die heb ik in een maatje S. En dan is dit het topje. Vind ik ook heel erg mooi. En bij deze heb je een beetje zo'n underboob effect. Want ja, er zit ook kant in, zeg maar. Maar dan is er nog wel een deel bedekt omdat het een stukje stof is. Hij ziet er wel wat groter uit. Dus ik hoop dat ik dit ga passen. Maar dat hoop ik überhaupt met alles. Want dat zou heel fijn zijn natuurlijk. En deze bandjes kun je wel verstellen aan de bovenkant. Maar wederom aan de achterkant niet. Dus qua omvang moet je het hiermee doen. Dus dat is dit hele mooie setje. Wederom in een maatje S het topje en een broekje ook in een maatje S. Dan de meest gewilde set, de balcony set. Heel erg mooi. Ik heb hem in de kleur zwart. Deze heeft ook een beugel, dus dat is ook heel erg fijn. Dus dat is deze. Hij ziet er ook weer wat groter uit, dus ik hoop echt dat dat een beetje gaat passen. Moet goed komen. Dan heeft hij gewoon allemaal kant. Hij loopt heel erg mooi, ja, qua vorm vind ik. Dus gewoon wat meer zo. En hij heeft dus een beugel, dus hij heeft wel versteviging. Nou, ik vind dit een heel erg mooi topje. En dan is dit het broekje die erbij zit. De voorkant is gewoon kant, de achterkant is ook kant. Maar dan heeft hij hier gewoon nog een stukje stof. Dus ja, dat is deze balcony set in het zwart. Heel erg mooi. Dan, het volgende setje is de Blossom Balcony. Weer balcony setje, ik vind deze echt heel erg mooi. Ik heb hem in de kleur blauw en ik heb eigenlijk helemaal geen lingerie blauw. Dus ik vind deze echt heel erg mooi omdat het echt een sprekende kleur is. Deze heeft ook weer een beugel, dus wel ondersteuning. Dit is gewoon doorzichtig kant, dus je ziet wel alles er doorheen. Maar ja, ik vind dat zelf wel heel erg mooi. Deze bandjes kun je ook weer verstellen en de achterkant ook. Die heeft verschillende standen, dus dat is ook heel erg fijn. Dus dat is dit hele mooie topje. Kijk, deze kleur nou echt niet normaal. Als je weer lekker bruin bent. Deze heb ik in een 75B. En dan is dit het broekje die erbij hoort. De voorkant heeft kant. De achterkant is van gaas. Een hele mooie band. Wat dunner. Ook heel erg mooi. Dus ja, dat is dit prachtige setje. Het voelt ook heel fijn. Het voelt ook een beetje als die Victoria's Secret onderbroeken. Ik heb die zelf dus ook. En die vind ik echt helemaal zitten. Dus daar voelt het wel heel erg naar. Dus kwaliteit ziet er echt heel erg goed uit. En qua hoe het voelt ook. Ik kan er niks aan opmerken. Dus dat is wel heel erg fijn. Daar ben ik wel heel blij mee. Dan het laatste setje. En misschien nog wel de heftigste qua kleur. Ja, ik hou er wel van. Is de balcony. Weer balcony. Maar dan de Scarlet.
deze roze. Niet normaal. Heel erg cool vind ik dit. Deze loopt iets puntiger, zeg maar, omhoog. Dus die andere, echt gewoon de blossombalken, die loopt wat ronder, zeg maar. Dat vind ik zelf wel echt heel erg mooi. Maar deze loopt iets puntiger omhoog. Wat ik ook wel weer wat vind hebben. Maar in ieder geval, dit topje in het is roze. Heel erg mooi. Wederom weer een beugel. Dus je hebt wel een beetje een steuning. De achterkant kun je ook weer verstellen. Dus dat is fijn. De bandjes kun je weer verstellen. En ja, dit keer dus in het roze met witte lounge tekst. En dan is dit het broekje die erbij hoort. Weer kant met wat gaas. Heel mooi. En weer zo'n band. En de achterkant heeft hier dan nog een soort driehoekvormige, ja, druppel, wil ik zeggen, eruit. Dus dat is ook wel grappig. Dan zie je nog een stukje huid. Dus ja, en daar ga ik lekker mee. Dus dat is dit hele mooie setje. Deze heb ik in een maatje. Dit is trouwens de Royal Balcony. Dus niet de Blossom Balcony, maar de Royal Balcony. Deze heb ik in een maatje S, dit broekje. En het topje in een 75. B. Om echt een eerlijke mening te kunnen geven, ga ik eerst de items passen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oh mijn god, dit is mooi. Huh? Niet normaal. Zo, hele passessie verder. Maar ik ga even vertellen wat ik van lounge underwear nou eigenlijk vind. Als ik iedereen moest geloven die deze video's maakte, is het echt de boom. En I get it. Echt, echt waar. En dat zeg ik niet om mee te gaan met de hype. Want ik ben heel kieskeurig als het gaat om lingerie. Echt best wel heel erg. Ik vind het al heel snel niet mooi staan of whatever. Niet fijn. Maar dit, echt, geloof me, het is zo fijn. Als ik dan één minpuntje moet zeggen, is het dit broekje. Die vind ik gewoon niet zo mooi zitten. Omdat hij dus aan de voorkant hier wat breder doorloopt. Dus dat vind ik persoonlijk niet heel erg mooi. Maar het zit wel lekker. Maar mijn favoriet. Ik heb nu ook die, mesh heb ik aan. Die zwarte. Dat stofje niet normaal. Echt ook met dit witte. Die stofjes. Het is zo zacht. Het is zo fijn om aan te hebben. En dan is denk ik mijn favoriet. Ja, ik heb het hier zo. Mijn favorieten. Maar dit zegt al genoeg. Ik vind ze allemaal gewoon heel erg mooi. Ik vind de blossom balknie, dus dat ronde, heel mooi zitten. Echt super fliek. Die broekjes zitten heel erg chill. Gewoon alle broekjes vind ik eigenlijk heel chill zitten. Omdat het stofje gewoon heel fijn zit. Niet dat je dan dat kan zo, hè, daaronder hebt. Dat is gewoon niet fijn. Dus het zit gewoon ook heel erg lekker. En ik weet niet. Ik had het aan en ik dacht echt ja. Dus kortom, ik ben er heel erg over te spreken. Echt, ik kijk mijn ogen uit. Ik ben best wel verbaasd omdat ik had eigenlijk helemaal geen verwachtingen. Ik dacht, ik zie het wel omdat ik ook best wel kieskeurig ben. Ook als het aanstaat, ik vind het al heel snel echt niet heel fijn. Ja, echt over te spreken. Dus zeker, zeker, zeker een tipje. Het zit gewoon echt heel erg lekker. En als je twijfelt tussen de maten, ga dan voor de wat kleinere maat. Ik heb dus 75B gedaan en zit perfect. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ik wil Lounge Underwear heel erg bedanken voor het opsturen van deze items. En check het zelf ook, echt doe het. Linkje staat in de beschrijving met de kortingscode FLOOR10. Want dan krijg je 10% korting op je aankoop. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei doei!